Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik zit nu in de Randstad Rail. En ik ben dus net, was dus net naar de bus aan het lopen. En weet je wie ik tegenkom? Nee? Hi! Pauline kom ik dus tegen. Ze moest dus ook toevallig, heel toevallig, naar in dezelfde metro waar ik nu in zit. Ik ga zo meteen even naar Den Haag toe. En deze vier dagen staan helemaal in het teken van tuinruil. Kikker. Kom maar. Dus deze vier vlogs staan helemaal in het teken van tuinruil. Ik ga daarheen met vrienden en jullie zien wie ik bedoel. Ik ga met Lois, Shema, Jaike, Kiara en Jamira. En we gaan er gewoon een gezellige dag van maken. Of een gezellig weekend. Dit is dus met mijn tas net gebeurd. Oké, voordat ik de vraag krijg, waarom ben je niet scherp, hoop ik. Mijn camera. Die stelt niet meer scherp ofzo. Dus ik moet even kijken hoe ik dat moet gaan doen. Maar dit. Deze, er zit een druppel water los op mijn tas. Jij moet nu uitstappen, toch? Dus ik ga zo meteen lekker alleen in mijn upje even door Den Haag lopen. Even de laatste dingen halen voor vandaag. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben dus nu in de trein. Ik ben sprinter. Ik heb net boodschap gedaan in de stad. Bij de Marks & Spencer, bij Kruidvat. Mijn vlog is weer wazig, maar maakt niet uit. Mijn tas zit ook nog vol met eten. Maar ik ben dus niet alleen. Ik ben dus nu met Carmen in de trein. En ze is een broodje aan het eten en drinken. Ja, we gaan nu even naar haar huis toe. Om even wat boodschappen te doen. Dingen te halen. Haar koffers te halen en zo. En ik moet zo meteen lopen met een zware tas. Maar maakt niet uit. Komt goed. Oh nee. Ik moet bij Carmen achterop. Dat wordt leuk. En dan daarna gaan we weer terug naar Den Haag Centraal. En dan pakken we hier de bus, toch? Mm-hmm. Pakken we hier de bus en dan gaan we naar Den Haag. Dit is een bus paleis. Oh, dat wordt super leuk. Echt super awkward om binnen het openbaar te vloggen. Dus dat is wel chill. Of is helemaal niet chill. What the fuck? Oké, ik zie je zo weer. Hallo. Tot zo. Hi. Oké, Jay heeft mijn koffer en mijn en zijn tas. En ik heb hier. Ik kan wel zien wie er een week. Oh, mijn Brave Post zitten erin. Wat leuk. Leuk detail. Ik heb hier Jamie's 94 tas. En hier mijn voedselpakket. Wie kant. En overpak. En ik heb ook nog daar ergens hierachter. En andere tas. En we lopen nu gezellig bij het water. En mijn arm breekt bijna af, dus jullie slingeren een beetje mee. En James loopt hier. En James gaat nu verder. Nou, we zijn dus onderweg, zoals Carmen net al vertelde. Naar Tuinruil. Naar de tram eigenlijk. Je ziet alweer wie een week op vakantie gaat. Carmen dus. En Carmen. Oh, jij moet vooral niet klaar. Jouw spullen zijn net zo zwaar als die van mij. En ik heb het allemaal in twee tassen gepropt en Carmen in vijf, dus... Ja, maar ik heb meer eten. Oh ja, want waar. ik krijg jullie op visite. Ja, we gaan ook even een keertje langs dus met Carmen. Dus ja, wie moest er meer eten meenemen? Mevrouw. Carmen. Dus, wow. Oké, ik ga de stoep af en mijn hand breekt af. Ik weet niet of jullie me trouwens goed zien. Maar ik ga jullie... Huilen? Ja, ik ga jullie ophangen. Jongens, ik dus ben herenigd. Met Shema, Carmen nog steeds, Lois, Jamir en Kjaar. Wat een pitfolders hebben we gekregen. Weg, kijk. Ah, ik ging door mijn enkel. Volgens mij staat dat op beeld. Hey, jongen, Jamir. Er gebeurt altijd dat in mijn vlog. Eerst Lois die viel, nu Shema die viel. Ja, dat komt. Nou, we gaan ook eens hoe dat komt. Dat was de put, die was iets hoger dan ik had verwacht. En daar struikelde Lois over, jee. Ze kistjes, oh nee. Samen wel. Oké. En het staat op mijn beeld en dat is top. Dus laat je gewoon liggen. Ik wacht maar op de grond, Samen wel kijkt me aan zo van, wat doe je?
Jij mag deze hebben. Ik zeg samen wel, ik blijf hier met Jane, hoor. Oh, ga je gedragen, Jane? Dat kan je niet doen. Hij heeft gewoon al die folders op de grond gegooid. Nee. Dat ga je straks opraken. Ja. Als we er langs lopen. Ja, dan wordt je volgen van 500 tot 600. Dan lopen we gewoon random 1. Oké, nou, Jameer loopt achter ons. Het wordt een superleuk weekend. We hebben er zin in. Hoeveel zin hebben we erin? Oh my god. Wat is dit? Wat doen jullie? Oké, 3, 2, 1. Wie heeft er zin in het weekend? Ik kan niet. Alleen mij weer. Eigenlijk moeten we nu roepen, be brave is hier, be brave is hier. Nee, echt niet, kill. Samuel, oh my god. Dionne! Oké, we hebben één dikke party in ons huis. En ik ben met Nina. Ik ben met jou. Ik ben met Kiara, ik weet niet hoe jij heet. Chill. Ik ben met Kiara, ik ben met Esme. Ik ben met Mila en ik ben met Jaika. En we gaan lekker. En weet je wie er naast mij zit? Bekende mensen die mijn vlogs kijken. Echt top! En ik kijk ook Jamie's vlog. Moet je investeren in de liefde. Hey, zoek je gezicht in. Kijk, Jaika heeft ook een camera, de Nikon D nog wat. Kijk, en hij heeft een schermpje. Ik ook een schermpje. En ik film ze ook dit met een schermpje. Dus chill. Doei. Kom dan. Mila, redden, Pip. Oké, jongens, we waren dus net aan het lopen en we hadden keiharde muziek op. En ik hou van Jijke's camera met. En ik hou van Jijke's camera met uitklamscherpje. Gaan we even kijken hoeveel we gelopen hebben? Je hoort bij hem, alleen maar I love it. Oké, jullie zien maar. Maar we kwamen net dus een bekende vlogger tegen. Oh my god, ik ken hem niet, maar hij is bekend. Nee, ik wil die fucking pet op. Geef alsjeblieft. Oké, guys, wat wil je op? Wat? Hak, hak. Oh my god, oh. Oké, we gaan dus nu naar Plaza, want dat is ons beste plek. Zo, iets lang daarvoor. We gaan dus naar Plaza. Je hebt iets te lang, hoor. Oh, daarheen, doei. Waar moet jij? Door, hè? Ik kom. We kunnen ook zo. Nee, want het park is dicht. Oké, we gaan dus nu naar Plaza. Het park is pas weer om 7 uur s'ochtends open, want dat hadden wij toen ook. Guys, we gaan dus nu naar Plaza en dan gaan we lekker chillen en dan gaan we wat doen, weet ik veel, whatever wat we gaan doen. Maar, oké, het zal wel. En, jullie vlogpot. Oké, let's go, we gaan, doei, zie je zo weer. Toen zij nog viel. Ja, dat was die dag. Eerlijk, ik wilde het best wel met vlog doen, maar toen dacht ik van, dat vindt Lois niet goed. Oh, hallo, doei. Je zei nog in die vlog wat je niet zou doen. Ja. Hallo, dames en heren. Ben ik scherp? Laat je maar op. Nee, een beetje zo, ja. Zo? Ja. Yo. Wacht, hier mijn telefoon. 5555. Oh. Hallo, hoe laat is het? 10:50. Oh, het is best zwaar. Hey, heerlijk. Het is 10:30. We zijn op Tina. Weer een beetje in de vorm. Be brave. Carmen is echt ziek. Wat hoor je echt? Hij is anders. Zwaar. Ja, ze is ziek. Het is echt zwaar. Ze voelt zich echt niet. Hoe kan je dit zo lang volhouden altijd? Ik zie wel eens vlogs waar je dan echt 20 minuten aan het lullen bent. En dan... Nou, Rieke niet hoor. Marieke had het. Ja, dat is jouw nummer. Zo, Marieke die deed het net echt in. Maar zij houdt hem dan hier vast. En dan doet ze gewoon zo. En dan weer zo. Ja. En dan weer zo. Zij heeft gewoon de tip. Oh. Ja, ik was de hele dag zo aan. Ja. Oké. Okay. I give you a home tour. Of denk je dat niet mag? Home tour. Tuurlijk. Maar het is wel een bende. Het is echt een bende. Niemand heeft zijn gezien. We zijn nu bij Kim en ik zit hier met deze hele groep hier. Oh, Lois, je kijkt een beetje heel boos. Hi! En dit hier, Jamira. En binnen, ik ga even naar binnen. Oh, niet in onze kamer. Nee, dat gaat niet. Strings hoor! En duur van maandverband. Dus en mega. De ponies! Fijn om te weten voor mijn mensenkijkers. Hartstikke leuk. De ponies! We zijn nu op bezoek bij Kim. Nee, holy shit.
Hallo. Hi. Oh, ik heb een koelkast zien sleutel. Wat heb je? Koelkast met je hoeft het. Nee, dat is niet waar. Oh mijn god, alleen maar energy, Kim. Nee, dit kijk je. Je moet even om de hoek kijken. Cola en Fanta en zeg. Heel veel alcohol dus. Oh wat? Nog meer? Jada, Brazola en... Oh my god. Ah, hebben jullie party... Oh my god, ik wilde partypoppers... Ik wilde vandaag partypoppers halen bij de Big Bazaar, waar ze allemaal uit te veel. Ik heb ze allemaal opgekocht. Weet je wat voor punt ik heb voor Jacob? Nee, man. Of niet? Of wel? Kijk. Oh. Kijken. Kijk deze fancy badkamer. Echt gevonden. Oh, Jay, oh, je hebt het wel leuk ingericht. Wel een beetje een rolmondje. Ja, ik heb echt letterlijk mijn tas uitgepakt. Mijn kleren aan. Ik heb echt alles uit mijn tas getiefd. Weet je hoe kut? Weet je hoe primitief? Ik heb gewoon een stopcontact hier. Hoe primitief? Een fucking stopcontact hier. Ik heb ook een stopcontact. Dat is zo kut. Nee, maar ik slaap samen met jij in een stapelbed. Ik heb gezegd, ja, ik slaap beneden. Ja, maar Noah slaat hier langs. Maar die komt morgen. Oké. Mag misschien het drinken? Ik heb dorst. Ja, tuurlijk. Wacht even. Wacht even, ik doe even uit. Oké, jongens, ik zie jullie zo weer. 4:05. En we zijn de hele nacht doorgegaan. Ik sta nu in het huisje van Kim. En Elijah is nu brood aan het smeren. En Joos en Joos zijn even mijn jas aan het halen. Want die, ja, ze niet, heb ik dus niet meegenomen. We hebben Be Brave gezien. En we hebben Be Brave gezien. Dus dat is nice. Nou ja, Be Brave. Be Brave. Samuel, Jay en Kai. Dus het is voor het om z'n drieën. Ja, maar het was zeg maar zo, ik hoorde een busje aankomen. Dus ik loop kaartren. Oké, top. Ik ren kaart naar Loos en dingetje. Naar Loos en Kim. Ik zeg, kijk. Dus, het is gewoon weer een normaal busje. Dus op een gegeven moment rijdt dat busje voorbij. Wij zeggen hallo, weet je wel. En wij zien drie jongens op de achtergrond. Jongens, ik ben niet wakker, jongen. Zien wij dus op de ding staan. Op de achterkant. Dat waren dus Leiden, Leroy en Wolvor. Maar we gaan nu brood smeren. En we gaan nu. Het is 4:00. Ik heb 3 lagen over elkaar aan. Ik heb dit. Ja, dat gaan we even doen. Maar wat doe jij? Is een hele grote musicalster. Die doet iedere avond niks anders dan warm huppen. Dus wij gaan gewoon aankomen met masterclass. Luister, mag ik een muziekje? Oké, dan doe ik. Nee. Oké. I want you baby, I want you baby. Say yo bakker. I'm sorry,
ben met eentje die een aantal van jullie waarschijnlijk zullen kennen. Rewritten! Ik neem zeker mee als je dat wilt. Eentje, de helft van mij. Ja. Ik moet echt zeiken. Veel mannen. I'm
by your side. Je doet jou mij verleiden.